Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Dank je, Frans. Luisteraars, goedemiddag ook. Jij was de eerste die heel veel kritiek... Ik val gelijk met de deur in huis. Jij was de eerste die heel veel kritiek leverde op de benoeming van Rajendra Karghi als ambassadeur in Suriname, in Nederland. Waar heb je pijn? Nou ja, ik heb geen pijn, persoonlijk. Niks aan de hand. Ik ken, laat me even vooropstellen, ik ken meneer Rajendra Karghi niet. Ik heb hem nooit gezien, ik heb hem nooit gesproken. Dus persoonlijk heb ik helemaal niks tegen hem. Integendeel wat er wel hier en daar beweerd wordt. Frans, ik hoor mijzelf terug. Ik doe mijn best hier om die echo eruit te halen, maar dat maakt niet uit. U kunt gewoon doorpraten. Het is ja. Wel goed in de uitzending hier. Ja? Oké. Dus ik wil wel bij deze vooropstellen. Ik heb helemaal persoonlijk niks tegen die man. Ik ken die man niet eens. Ik heb... We hebben in de columns zaken beschreven of processen beschreven. Meer niet. Een van de laatste columns hebben wij getiteld als Rajendra Karghi een juridische splijtswam. En ons punt is eigenlijk... Het kan niet zo zijn dat mensen uit de diaspora, beladen wordt tegenwoordig ook, baantjes pikken ten koste van Surinamers. Dat is ons punt. Bij gelijke geschiktheid moet je die Surinamer altijd voorrang geven. En er zijn in Suriname broeders en zusters die niet eens de gelijke geschiktheid hebben, maar betere geschiktheid hebben zelfs. Mensen die moeite hebben gedaan om hun diploma te halen aan het SDI. SDI staat voor Surinaams Diplomateninstituut. En dat instituut is bij wet vastgesteld of vastgelegd. En toen is gezegd, jongens en meisjes, degene die zijn diploma haalt aan dit instituut, maakt kans om ooit op het hoogste niveau Suriname te mogen vertegenwoordigen in het buitenland. Er zijn heel wat Surinaamse kinderen die zo'n opleiding gevolgd hebben in de hoop ooit aan bod te kunnen komen. En nu passeer je die mensen die de opleiding hebben gevolgd, en dan ga je een mattie van jou benoemen. En dat is wat wij beschreven hebben. Dat is ons punt van aandacht. Dus... wat er ook gezegd wordt, is dat meneer Karghi heel veel weet heeft van zaken in de diplomatieke wereld. Hij heeft lang bevriend met de president Santokhi. En hij was ook de man die de contacten hier onderhield en legde ook met de Nederlandse overheid. Dus dat is toch een hele goede skill? Dat is zeker een goede skill, maar dat is niet alles. Je bent gebonden aan de wettelijke eisen. De wet heeft de eisen gesteld. Aan welke eisen je moet voldoen. Al ben je de grootste mattie van de president. Maakt niet uit, je bent gebonden aan de wet. Je moet je houden aan de wet. Waaraan je zelf als toenmalige oppositieleider... heb meegewerkt. President Chan Santokhi heeft toen als oppositieleider meegewerkt aan de totstandkoming van die wet. Hij weet wat de eisen zijn zoals die vervat zijn in die betreffende wetgeving. Ik zal even heel kort de analyse geven van die... Dus Sunil, het gaat bij jou om dat meneer Karghi niet op de Surinaamse diplomatieke school is geweest. Heb je daarover? Is dat, ja, hij heeft die opleiding niet gevolgd. Hij heeft dat diploma, zo'n diploma niet aan het SDI. En dan, is het belangrijk om zo'n diploma te hebben? De wet stelt dat als eis. Ja, de wet stelt ook dat je ook een Surinaamse nationaliteit moet bezitten. Ja, oké. Daarop zijn er uitzonderingen mogelijk. Ik heb die wet ook bestudeerd. Daarin wordt gezegd, in staatsbelang kan de president ervoor kiezen om iemand in spoed de Surinaamse nationaliteit te geven. Dus de wet geeft die mogelijkheid wel. Dus daarom hoor je mij, over zijn nationaliteit hoor je mij niet praten. Omdat die wet wel die mogelijkheid biedt. Maar de wet op de buitenlandse diensten is wel een beperking in deze case. Die wet verbiedt het wel. In die zin...
dat die wet eisen stelt aan zo'n diplomaat of ambassadeur. En als je niet voldoet aan die eisen, wil zeggen dat je die wet vertrapt of naast zich neerlegt. In gevallen waarin het jou als regering goed uitkomt, ga je jezelf beroepen op de wet. In gevallen waarin het jou niet goed uitkomt, leg je de wet naast zich neer. En dit is willekeur. Dit is in strijd met het legaliteitsbeginsel, zoals vervat in de rechtswetenschappen. En dat voor jou maakt het niet uit wat voor bagage die man meeneemt en kennis en kunde? Daar ga ik niet over, over zijn bagage. Ik wil het puur houden op die wet. Dan moet je eerst die wet veranderen. Mm-hmm. En dan is er niks aan de hand. Toch? Ja, maar het is geen wet in de grondwet hoor. Dus het kan ook zo bij een presidentsbesluit veranderd worden. Nee, dit is een wet in formele zin. Dus dan moet je in de Nationale Assemblée een wijzigingsvoorstel indienen, de wet wijzigen. En dan is er niks aan de hand, dan ga je mij niks horen zeggen over de wettelijke beperkingen. Los van het feit dat ik vind dat je Surinaamse broeders en zusters voor moet laten gaan. Of voorrang moet geven boven niet-Surinamers bij gelijke geschiktheid. Dat is ook een punt van aandacht. Jij zegt het zelf bij gelijke gesteldheid, zeg geschiktheid. Je? Geschiktheid. Bij gelijke geschiktheid moeten Surinamers voorrang krijgen boven niet-Surinamers. Die mensen hebben zo lang gestudeerd, zo lang hun best gedaan, in de hoop dat ze ooit de door hun beoogde functie ooit kunnen vervullen. Waarom laat je die mensen passeren? En het feit dat hij zo lang meegelopen heeft met de president, wil niet zeggen dat die man geschikt is. Nee, dat hij contacten heeft in de Tweede Kamer, Frans. Elke diplomaat, elke ambassadeur in Nederland heeft toegang tot alle autoriteiten in Nederland. Als hij een brief schrijft naar Mark Rutte, wordt die brief altijd beantwoord. Hij heeft elke diplomaat in Nederland, elke ambassadeur, heeft gewoon toegang tot alle autoriteiten in Nederland. Ja, maar, ook tot de Tweede Kamer, ook tot de premier. Dat is waar, dat is waar. Maar in het geval van meneer Kargi, hij is nog niet eens ambassadeur. Of hij heeft wel bewezen dat hij goed kan laveren tussen de Surinaamse politiek en de Nederlandse politiek. En dat is wat deze president wil. Ja, maar elke ambassadeur kan dat ook, hoor. Nou, ik weet niet of je weet dat wij heel veel ambassades hebben en dat ze het land meer kosten dan dat ze opleveren. Ja, kijk, als je iemand die de opleiding heeft gevolgd aan SDI, die persoon weet hoe hij moet laveren. Die persoon weet hoe hij de contacten moet leggen. Niet voor niets is die opleiding. Hè? En om aan die opleiding te mogen beginnen, moet je een hbo-werk- en denkniveau hebben en een hbo-opleiding hebben. Dus het is geen lauw opleiding, zoals we in het Surinaam zeggen. Dus iedereen die aan die of die deelgenomen heeft aan die opleiding, die wordt in staat geacht hetzelfde te kunnen doen, wat van meneer Kargi verwacht wordt. Het zijn professionals, hè? Mensen die die opleiding gevolgd hebben, zijn professionals, zijn carrière-diplomaten. Die weten hoe ze moeten bewegen, die weten hoe ze dingen voor elkaar moeten krijgen, op een diplomatieke wijze. Ze weten het. Ja, ja, dat is waar. Het is ook gezegd dat diaspora tegen de benoeming van meneer Kargi is. Ik vraag me af wie diaspora is. Ben je de woordvoerder van diaspora? Praat je namens ik heb me nooit opgesteld. Ik heb me nooit opgesteld als woordvoerder van de diaspora. Ik heb mensen of prominenten binnen de diaspora geraadpleegd. En er zijn op dit moment 12 diaspora-organisaties die ik al heb kunnen tellen. Maar er zullen meer zijn. Maar ik heb enkele belangrijke diaspora-organisaties geraadpleegd. En het jammerlijke hierin vind ik dat mensen, prominent uit de diaspora, wel een mening hierover hebben, maar niet openlijk die mening proberen of willen ventileren. Dus je hebt organisatie en diaspora gesproken. En die zijn allemaal tegen de monument van meneer Kargi. Ik heb niet alle organisaties gesproken. Laat me maar dat wat jij gesproken hebt. Je hebt 12 gesproken, ja. Zeg jij. Nee, ik heb 12 kunnen tellen, maar het is not done om al die 12 te gaan benaderen.
Hoeveel heb jij benaderd? Ik heb er twee benaderd. Ja, dus, en die twee die zijn tegen? Die zijn tegen, waaronder VAP Nederland bijvoorbeeld. VAP Nederland is ook tegen de benoeming van Carrie. Niet als organisatie, maar bestuursleden binnen VAP Nederland zijn er pertinent tegen. Zo? Meneer Carrie is toch ook VAP Nederland? Ja, bestuursleden van VAP Nederland. En die heb zijn je gesproken? Pertinent tegen. Die heb ik gesproken. Noem maar naam als je wil. Nee. Ik ga ze niet noemen, omdat ze zelf niet deze zienswijze willen ventileren. Aha. Wil ik ze niet noemen, maar ik heb ze wel gesproken. Ik kan ook zeggen dat dat jouw verhaal niet klopt, want ja, je kan ook roepen. En, het is toch een democratie? Is geen democratie binnen de partij? In de partij mag je toch zeggen van ja, als de meerderheid voor hem is, dan ben ik, ga ik automatisch mee. Maar dat wil niet zeggen dat ik persoonlijk voor hem ben. Dat zou men toch kunnen zeggen? Het jammerlijke hierin is dat VAP Nederland geen standpunt heeft willen innemen. Openlijk, publiekelijk dan, hè? Dat vind ik bijzonder jammer. Je moet gewoon, als je mening toegevraagd bent, moet je gewoon je standpunt publiekelijk kenbaar maken. Maar ik ga VAP Nederland de bestuurders dan niet bespreken hierin. Ik heb de bestuurders wel gesproken. Uh-huh. En die zijn voor. Ik weet welke bestuurder je gesproken hebt. Onder andere de voorzitter. Ik durf namen te noemen. Ja, nee, maar... Uh-huh. Durf jij ook namen te noemen? Nee, ik ga geen namen noemen, anders schaad ik die. Omdat, gezien het feit dat ze... Maar weet je dat je daardoor twijfel zaait als je geen namen noemt? Je zegt van, zelf VAP Nederland, bestuursleden zijn tegen, maar je durft geen namen te noemen. Dan, nee. Ik heb wel ook met hetzelfde bestuur waarmee jij gesproken hebt. Ik heb gesproken niet met iedereen, maar zeker drie mensen. En die drie, waaronder de voorzitter, ik dacht secretaris of ik weet niet wie anderen waren, die zijn voor. Ik heb niemand gehoord in de partij hier in Europa die tegen is. Jij wel? Jawel. Oké. Maar ik ga geen namen noemen, sorry. Ontsla mij van de verplichting om een naam te noemen. Omdat je durft ook geen functie te noemen. Geen functie. Ja, ik bedoel, wat voor functie zij in het bestuur bekleden? Ze zijn lid van het bestuur. Aha. Laat me daarop houden. Je hebt twee gesproken. Ik heb meerdere binnen het bestuur gesproken. En ze zijn allemaal oneens? Allemaal. Zo? Oké. Ik heb ze ook ertoe bewogen van, jongens, waarom nemen jullie niet een publiek standpunt in? Ja. Maar goed, ze zeggen, ik ben geen VAP in Nederland, ik ben een individueel bestuurslid. Oké. Ik hoor ook dat... Dan denk ik, oké, moet ik dat ook respecteren als ze dat zeggen. Ja, maar je weet dat als je dit zegt, dat de kans heel groot is dat men jou niet gelooft. Dan is het maar zo. Ja, toch? Want je roept iets, maar je noemt geen namen. En die gasten komen ook niet naar buiten. En dan heb je niets aan, toch? Nee, maar niet iedereen heeft zoveel lef. Aha. Zoals ik dat aan de dag leg. Ja. Om publiekelijk mijn mening kenbaar te maken. Ja, dan denk ik van, dan hoor je niet in zo'n instituut thuis. Als je je mening niet kan verdedigen. Wat zal ik zeggen, Frans? Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Oké. Het is niet belangrijk wat je van vindt, maar het wel. Heel wat als je zegt diaspora, in jouw column zeg je diaspora is tegen. Dan vraag ik me af, wie is diaspora dan die zo tegen de benoeming is? Diaspora kun je niet definiëren bijna. Bijna niet te definiëren. Diaspora, nou, dat is makkelijk te definiëren. Ik bedoel, er zijn een stuk of 30 of meer organisaties hier in Nederland. Als je een afval belronde doet... Diaspora, iedereen die in het buitenland woont met Surinaamse roots. Aha. Dat is diaspora eigenlijk. Ja, ja. Maar het is not done om iedereen te spreken, alle organisaties te spreken. En deze heb ik VAP Nederland benaderd. Een van de organisaties. Maar ook in je column, maar je hebt die naam van VAP in Nederland niet genoemd. Jawel, heb ik genoemd. Uh-huh, dat zij tegen zijn. Dat leden binnen het bestuur van VAP in Nederland tegen zijn. Oké.
Dus ja, want ik vraag me af namens wie jij spreekt als je zegt van diaspora is tegen. Nee, nogmaals Frans, ik praat namens niemand. Ah. Ik heb een constatering beschreven dat binnen diaspora mensen tegen zijn. Aha. En hoe, nog een keer, het is mij niet duidelijk, hoe ben je tot de constatering gekomen? Hoe ben je tot de constatering gekomen dat mensen in diaspora tegen de boeren zijn? Hoeveel mensen heb je een belronde gedaan? Hoeveel mensen heb je gesproken? Wat zijn hun kwalificaties? Ik zal het voor je anders uitleggen. VAP heeft zich of VAP heeft geleund voor de verkiezing, heeft VAP enorm geleund op VAP Nederland. Mm-hmm. En je hebt ook nog het diaspora campagne management team. Oké. Okay. Deze twee organisaties waren van eminent belang geweest voor de campagne van de VHP. Nu draagt de VHP iemand voor om ambassadeur te worden. Het is natuurlijk uiteraard ook de regering die voordraagt eigenlijk, maar het komt iemand uit VHP-gelederen. Dus ga ik de VHP-gelederen in Nederland raadplegen. Gezien het feit dat hier dit een voordracht is, mede namens de VHP. Dus heb ik mensen binnen het diaspora campagne management team van Robby Makka, mensen binnen dat team spreken, en ook binnen VHP Nederland. Deze twee organisaties waren de organisaties die de campagne voor VHP in Nederland ter hand hadden genomen. En mede voor de financiering van de campagne gezorgd hadden in Suriname. Dus deze organisaties heb ik gesproken. Heel veel mensen binnen deze organisatie. Organisaties. Meervoud. En daarop heb ik mijn analyse gebaseerd. Maar al deze mensen die gesproken hebben, die wensen anoniem te blijven? Helaas wel. Aha. Oké. Okay. Zuneel Soeklaal, je leest ook media en je volgt ook wat er gebeurt, je hoort het ook. Je hebt zeker ook gehoord dat dat men zegt dat jij op een functie aasde binnen het bestellen en het is jou niet gelukt, dus vandaar dat je zo furieus bent. Mm-hmm. Dat hoor ik ook. Op hoger niveau zelfs werd dat geïnsinueerd. Frans, ik ben ondernemer, ik ben fiscaal adviseur. Ik heb een fiscaal adviesbureau. En eigenlijk moet ik dit niet publiekelijk zeggen, maar gezien het feit dat er zo'n campagne tegen mij gelanceerd wordt, moet ik dit wel zeggen, helaas. Want het ligt niet in mijn aard om dit publiekelijk te roepen. Maar ik heb een groot aantal werknemers. Eén werknemer van mij verdient meer dan die president van Suriname. En ik heb meerdere van zulke werknemers. Denk je dat ik mijn bedrijf hier ga opdoeken om een kippensalaris van 6.000 euro te gaan verdienen? Dat ga ik echt niet doen. Ik ben nu niet beschikbaar voor geen enkele functie. Morgen ook niet. Nooit niet. Ik ga nooit vragen om een functie. Ik heb geen enkele functie nodig. Ik heb de VAP niet nodig, ik heb Chansen Tokje niet nodig. Ik heb geen enkele functie nodig. En ik heb nooit gesolliciteerd naar geen enkele functie. En ik zal het ook nooit doen. Ik ben niet beschikbaar voor geen enkele functie. Voor geen enkele functie ben ik beschikbaar. Mogen dit publiekelijk nu duidelijk zijn. Ik ben niet beschikbaar, jongens. Oké, okay. Maar hoe komt men eraan dan? Hoe komt men aan deze, ik zou niet zeggen geruchten, maar van waar komen deze geluiden? Van het hoogste niveau. Wat is het hoogste niveau? Van de president? De minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdien, die heeft in die richting geïnsinueerd dat mensen uit de diaspora hebben gesolliciteerd naar deze functie van ambassadeur. Vervolgens hebben de anderen dat opgepakt en dat opgevat als te zijn dat ik gesolliciteerd zou hebben naar die functie. Zo is het ontstaan. Je hebt niet gesolliciteerd? Ik heb niet gesolliciteerd en nogmaals, ik ben niet beschikbaar voor geen
enkele functie ben ik beschikbaar. Geen enkele functie. Wat voor reden zou de minister hebben om jou hierin te betrekken, jouw naam? De minister heeft mijn naam niet genoemd. Hij heeft wel in die richting geïnsinueerd. En vervolgens hebben anderen dat opgepakt en opgevat als te zijn dat ik daarin benoemd word of bedoeld word. Misschien wat jij helemaal niet mee bedoeld. Dat kan, maar dat is de aanleiding geweest dat de mensen dit soort dingen roepen over mij. Die uitspraak van Ramdin is de aanleiding geweest. Ja, maar als je zegt, die minister heeft jouw naam niet genoemd, dan is toch de kous af voor mij dan. Hij heeft je naam niet genoemd. En wie wil insinueren, free? Ja, hij heeft mijn naam niet genoemd. Maar goed, jij haalt het aan dat mensen mijn naam noemen. Dat ik gesolliciteerd zou hebben naar een functie en niet aan bod ben gekomen. Daarom ga ik hierop in. Hij heeft mijn naam niet genoemd, dus ik ga niet zeggen dat Albert Ramdi dat gezegd heeft. Hij heeft gezegd dat mensen uit de diaspora hebben gesolliciteerd naar deze functie. Nou, ik behoorde niet tot die groep die gesolliciteerd heeft. Sorry jongens, ik heb nooit gesolliciteerd. Je lacht erom, maar het heeft wel de media deze dagen beheerst, hè? Ja, ik weet dat. Ik volg de media ook. Ik zie wat er gebeurt, maar... Wat ik hoor uit betrouwbare bronnen, is dat die man Soeklal ontzettend boos is, omdat hij aaste op de functie van meneer Kargi en hij heeft die functie niet gekregen. Dus die man slaat overal in het wild. Dat zijn laffe reacties, hè, lafhartige reacties, below the belt. Zoals ik al net zei, als een werknemer van mij meer dan die president van Suriname verdient, en ik heb meerdere van zulke werknemers die ik betaal, denk je dat ik voor een kippensalaris van 6000 euro mijn bedrijf ga opboeken, wat ik zelf opgebouwd heb? Het gaat niet altijd om geld, hè. Soms gaat het om idealisme. Nee. Ik heb dat soort ambities niet. Ik heb geen enkele ambitie. En ik ben niet beschikbaar voor geen enkele functie. Ben ik beschikbaar. Mm-hmm. Ik heb geen ambities voor een functie in het publieke bestel. En bij waar dan ook. Want ik heb mijn eigen onderneming. En die vergt veel tijd van jou. Dus die vergt heel veel tijd van mij. En ik verdien veel meer dan een ambassadeur of wat dan ook. Laat het zo duidelijk zeggen. Denk je dat ik voor een kippensalaris van een ambassadeur daar ga solliciteren? Weet je wat een ambassadeur verdient dan? Ongeveer 6000 euro. En wat verdien jij? Nee, dat gaan we niet zeggen. Maar als ik aangeef dat een werknemer van mij meer dan de president van Suriname verdient, dan zegt dat al genoeg. Ja. Oké, dus jij zal 10 maal de president verdienen. Denk ik dan. Nee, ik ga dat daarop niet in, Frans, maar laat me het anders zeggen. Ik heb het goed. Ja. Mi brede botrokaba. Ja, maar... Ik ben niet beschikbaar. We hebben het niet slecht hier, toch? Nee, we hebben het niet slecht. En mijn brood is al gesmeerd, dus ik ga... Brede botro. Ja, brede botrokba. Dus minogo suku functie dan precies. Minogo beschikbaar. Oké. Dus jouw enige kritiek, laat me het duidelijk maken, jouw enige kritiek op meneer Kargi is omdat hij de school van de diplomaten niet heeft afgemaakt. Dat is hem? Ja, dat voor de rest hij niet vandaan wordt aan de wet. Oké. En deze reacties, Frans, waar je het over had net. Ik kan zien al lagi demandesa e kardes aan die zien. Dat echt, in Surinaam zeggen we gewoon in lagiere. Voorzang, wij bedoelen maar laggie. Dat ze dit soort dingen over mij roepen. Maar laggie, joh. Nee, joh. Ik zou rustig blijven, want je weet niet wanneer jouw sollicitatiebrief naar buiten komt, hè? Nee. Ik daag iedereen uit. Oké. Nee, oké. Ik daag iedereen uit om dat te bewijzen. Aha. En bij deze zeg ik publiekelijk, ik heb nooit gesolliciteerd. En ik ga ook nooit solliciteren. Ja. Ik ga nooit vragen om een functie. Ik ga nooit vragen om een gunst van de president. Ik ga nooit vragen om een perceel, om wat dan ook. Kortom, ik ben niet beschikbaar, jongens. Het is duidelijk. Voor mij ben je echt niet beschikbaar, lijkt erop. Maar je bent niet teleurgesteld, laten we daarop houden. Nee, toch? Zoals Ben Boer.
teleurgesteld? Nee, omdat ik nooit belang bij heb. Ik heb geen enkel belang bij. Want ik denk, ja, als je zo teleurgesteld bent, dan ja, denk van, hoe kan ik jou weer een beetje helpen om een beetje vrolijk te zijn door het leven te gaan? Waarom zou ik teleurgesteld zijn, man? Ik heb geen enkel belang bij. Aha. Ik heb toch ook kritiek geleverd op... Maar de manier hoe jij met gestrekt been inging, hè, toen je het hoorde dat meneer Karhi benoemd zou worden als ambassadeur, ik denk, je zou meer punten hebben dan het niet afmaken van de diplomatenschool. Nee, mijn punt is... Had ik zelf verwacht, hoor. Nee, hou je aan de wet. En mijn stijl is zo, mijn stijl van schrijven is zo dat ik met gestrekt been inga. Want dan wordt er tenminste een beetje naar geluisterd. Niet altijd, maar soms wel. Oké. Ik ga niet met fluwelen handschoenen de ring in. Ja. Ja, oké, maar ik pak dit onderwerp op, omdat ik zit niet in die zo, maar mij is gevraagd van wat is diaspora die tegen de benoeming is. Dus ik ging een belronde doen door organisatie. Mm-hmm. En de meeste organisaties zeggen van, we kennen het helemaal niet. Het beste is als hij zijn best doet voor Suriname, als hij straks in Den Haag zit. Dat is het enige wat mensen hier willen. Oké, daar heb ik niks op te zeggen. Ik heb net aangegeven welke organisaties ik wel benaderd. Mm-hmm. Dus je hebt twee organisaties benaderd. VAP Nederland en Orange campagne team, Diaspora campagne team. En dus ja. In die organisatie zijn er 2, 3, 4 mensen die niet eens zijn met de bedoeling. Is dat, heb ik hem zo goed... Meer dan dat. Ik ga geen aantallen noemen, maar meer dan dat. Ja, je noemt geen namen, je noemt geen aantallen, man. Ik ben bezig met een betrouwbare radioshow. Ja, ja. Ja, dat weet je toch? Degene die mij gevolgd hebben, zullen Aha. weten dat ik tot nu toe altijd dingen heb geroepen die betrouwbaar zijn. Oké, mijn programma ook. Vandaar dat ik denk, van je hoeft geen namen te noemen, daar heb ik respect voor als je niet wil. Maar je kan wel het aantal noemen. Hoeveel mensen uit het bestuur zijn tegen? Uit het bestuur, even kijken. Of VAP Nederland. Ja. Uit het bestuur heb ik 3 mensen gesproken. Diaspora campagne management team heb ik 12 mensen gesproken. Uh-huh. En hoeveel van die 12 zijn tegen? Allemaal. En van die 3 en het hoofdbestuur? Allemaal. Aha, oké. Okay. Prima. Ik wil die mensen niet noemen, omdat ze zelf aangegeven hebben. Ze willen niet publiekelijk hun standpunt hierover kenbaar maken. Uh-huh. Er is zelfs een brief geweest hierover naar de president. Er is een brief geschreven naar de president. Ja. Heb jij de brief geschreven? Nee, ik ben geen VAP Nederland. Oké. Dus VAP Nederland heeft een brief geschreven naar de president? Ja, er is een brief geschreven, ja. Door VAP Nederland? Ja. En wat staat in die brief? Dat ze gekend willen worden in de benoeming van de ambassadeur. Maar niet dat ze pertinent oneens zijn met de benoeming? Dat, ja, zo, kijk, die jongens drukken zich diplomatisch uit. Ze gaan dat niet zeggen. Maar dat is hem juist. Jij misschien wel, maar ik ben helemaal geen diplomaat. Dus bij mij moet het duidelijk geformuleerd worden. Anders weet ik helemaal niet waar het over gaat. Wat staat in de brief? Ze hebben gezegd ze willen gekend worden in de processen tot benoeming van de ambassadeur. En daarmee zeggen ze dat zij ook een voordracht willen doen of een beetje gekend willen worden, wie wel en wie niet. Gezien mm-hmm. het feit dat zij jaren aan de weg getimmerd hebben uh-huh. om VAP te brengen naar het punt waar ze nu op dit moment zijn. Maar dit kan ik me voorstellen dat ze gekend willen worden. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ze niet eens zijn. Nee, dat wil niet zeggen, maar diplomatisch zeggen ze willen wel... Gekend worden. Nee, ja, dat is helemaal niet diplomatisch. Zouden ze zeggen, jongens, ik ben niet eens met deze benoeming. Als ze zeggen, ik wil gekend worden, ja. en je gaat ze bij betrekken, dan pas gaan ze je zeggen of ze wel of niet mee eens zijn. Nou ja. Maar het kan ook zijn dat ze eens zijn, maar ze vinden dat ze gekend moesten worden. Dat kan ook, toch?
Wat zei je? Nee, het kan ook zijn dat ze helemaal mee eens zijn, maar ze vinden het wel vervelend dat ze niet gekend zijn. Ik weet wat de achterliggende gedachte was van die brief. Dat weet ik wel. Oké. Nee, ik ken die achterliggende gedachte niet. Ik lees meestal die letters. Nee. Ja, ik vertel je wat de achterliggende gedachte is geweest. En die achterliggende... Op het moment dat ze hun uh-huh. wel zouden bijbetrekken, zouden ze wel hun mening hierover geven, intern. En hun mening zou zijn, niet doen? Niet doen. Oké. Dat zou hun mening zijn. Maar die mogelijkheid is hun niet geboden. Maar ze kunnen ook hun mening toch nog... In een brief vervatten en toch sturen van, je hebt het gedaan, u mag het blijven doen, u bent de president, maar wij zijn het eens. Ik heb signalen gehoord. Dat vind ik helder. Ja toch, je hoeft niet mee eens te zijn met de president, maar schrijf die brief dan in plaats dat je niet gekend is of gekend wil worden. Nee, gekend helemaal eens met je, Frans. Ja. Helemaal eens. Ook dat heb ik kenbaar gemaakt van, jongens, waarom maken jullie je statement niet? Ja, want het statement wat je hier maakt is vlees nog vis. Weet je wat het antwoord was? Wat was het antwoord? Antwoord was, we mogen zeggen wat we willen. Als die man iets in zijn hoofd gezet heeft, gaat hij het toch doen. Dat mag, maar je mag wel een standpunt innemen. Ja toch? Het standpunt innemen is ja, ik ben voor of nee, ik ben tegen of maar als je zegt ik ben niet gekend of ik wilde gekend worden in, ja, ik weet niet wat ik daarmee moet, het is nog vlees, het nog is vlees vis. Nog vis. Ja, dat is hem juist, ja. We laten en ik ben niet van die benadering, ik ben van of vlees of vis. Bij mij ook, zwart-wit. We laten het hierbij, Sunil. Ik dank je wel voor je tijd. Prima, Frans. En ik hoop dat de wettelijke bepaling hierin ook duidelijk is geweest. Uh-huh. Wat wij bedoelen, de wet stelt een minimale eis, een eis dat je minimaal de opleiding aan het Suriname Diplomateninstituut gevolgd moet hebben. Uh-huh. De luisteraars, lees onze column bij Suriname Herald. Daarin hebben wij deze wetgeving helemaal geanalyseerd voor niet-juristen. Als niet-jurist kun je precies begrijpen wat we daar geanalyseerd hebben. De wet zegt, je moet minimaal die opleiding gevolgd hebben. Oké. En het is een harde eis. Daar is geen ontkomen aan. Daarin heeft de president geen beleidsvrijheid. Hij heeft niks te vertellen daarover. Hij moet zich houden aan de wet. Punt. Nee, dat is goed. Jouw standpunt is duidelijk, want mensen begrepen jouw kritiek nu. Maar nu is het duidelijk dat je bent niet tegen meneer Karge. Je kent die helemaal niet, je hebt hem nooit gesproken. Maar het feit dat hij die diplomatenschool niet heeft bezocht, dat stoort jou verschrikkelijk. Ja, zullen we daar, ben je eens met deze samenvatting? Ik zou het nog uitdrukken, Frans. Het feit dat men zich niet gehouden heeft aan de wet, dat stoort mij. Okay. Daarmee wordt er inbreuk gepleegd op de rechtsstaat. Okay. En dat is dezelfde rechtsstaat die de president zo vaak met de mond beleidt. Ik kan niet volgen. Ik dank je wel voor je tijd, columnist en belastingadviseur Sunil Soeklaar. Frans, ik heb nog iets aan toe te voegen. Zeg maar. Degenen die niet openlijk de partij willen bekritiseren, die mensen... leiden ertoe dat het land zich bevindt op dit punt waarop het zich bevindt op dit moment. Het land is een afspiegeling van het feit dat mensen geen kritiek durven te leveren op hun partij. En welke partij dan ook. Ik heb niet alleen over de VHP, ook bij NDP heb je dat, ook bij NTS. Je moet durven je partij kritisch te begeleiden. En dan krijg je het beste resultaat. Maar veel mensen doen dat niet, in de hoop dat ze ooit in goede genade vallen bij de partijleider. Bij de voorzitter. Ja, bij de voorzitter. Daarom doen mensen dat niet. Ook bij de NDP zagen we dat er intern heel veel kritiek was. Heel veel ongenoegen. Maar niemand durft dat kenbaar te maken bij de voorzitter. In de hoop ooit in goede genade te vallen en ergens een functie of een positie te kunnen krijgen. Ik geef openlijk kritiek. Niet alleen op VHP, ook op anderen. Dat geeft ook al aan dat ik niet beschikbaar ben. Dus ik hoef niet in goede genade te vallen bij geen enkele partijleider. Oké, Frans. Sunil Soeklaar.
Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Je luistert naar Stamvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stamvasteradio.nl.